daar ziet u onze commentaar, mijn commentaarpositie. We staan hier onder andere met de analist van AZ. En nou, hoe kom je daar dan? Nou, dat is nog wel even klimmen. Je moet de trap op. De perszaal is dicht, daar mag je niet komen vanwege corona. Verboden toegang, maar we lopen toch door. Er staat weer verboden toegang, maar we lopen toch maar door. En dan moet je op het dak. Hoppakee, nog even oppassen dat je niet op het veld valt. Deur open, uit de camera van AZ en hier de commentaarpositie. En zo kom je er dus. Ja, hartstikke mooie plek, perfect uitzicht. Dus daar kan het zeker niet aan liggen. U ziet de opstelling van Dordrecht. Ja, werd neergezet in een soort 4-2-3-1 met Janssen en Moussaba als controleurs. Polly, Vermeulen en Amadine daarvoor. En Agrafiotis als de aanvaller. En u ziet hier de opstelling van AZ. Met Gullit dus weer eens als linksback. Goudmijn, Tabouni en Franken op het middenveld. Ja, het is uiteraard weer een andere ploeg dan tegen de Graafschap. Dat heeft te maken met wanneer die wedstrijd wordt gespeeld, het eerste, et cetera. U kent de verhalen. Goeie paas dit. Van Goudmijn. Tabouni vraagt. Tabouni krijgt. Tabouni schiet naast. Daar is de eerste grote kans voor Jong AZ. En dusdanig groot bij Mo Tabouni. Aardig gedaan. Een klein duwtje. Geen penalty. Net niet helemaal de controle, Oosting. Nou, dat wordt natuurlijk wel bij zijn arm gepakt. Bonswell neemt daar een behoorlijk risico. Het contact is er wel degelijk. Ach, rare actie van Polly. Niet zomaar in het leven. Duwtje in de rug. Dat levert uiteraard een vrije trap en ook meteen geel. Dat was stevig van Moussaba. Dat zal ook te maken hebben met het feit dat er niet heel veel intentie daar is nog om de bal te spelen. Dus een terechte gele kaart. Hij gaat schieten, is wat de keeper roept. En die heeft gelijk. Franken probeert het. Poging van Bram Franken. Margaret. Dat is goed. Franke terug op Margaret. Mooi gespeeld dit. En dan is de redding ook goed. Van Swolfs. Fraaie aanval van Jong AZ. Nou, daar schakelt het Dordrecht niet heel rap om. Dit was goed gedaan. Margaret naar Franke. Lekker balletje terug ook. In de loop. En wipt hij net niet langs Swolfs. Dat steekt ze allemaal goed uit. Franke kijkt vooruit. Lange bal is niet goed. Het uitverdedigen voorlopig ook niet. Alouche wil door de benen. Ja, dat loopt hij zich vast. Aan de andere kant. Oeh, is dat Hens? Ja, dat is zeker Hens. En dan komt er geel aan. Heeft het moeilijk tot nu toe. Van Schemmel. Zit er hier ook naast. Verdedigt dat wat ongelukkig. Ja, slaat dan die bal zeer bewust weg. Jansen neemt, goede bal en hij valt precies lekker voor Reus. Die daar enigszins opgelucht over zal zijn. Bijna scoort Bliek. Dit is een hele grote kans natuurlijk. Centimeter werk of hij valt door de benen van de keeper in het doel. Moussaba. Lekker in de loop gelegd. Grafiotis voor het doel, Amadine voor het doel. En daar is de enorme kans voor Amadine. Jong AZ er met de eerste grote kansen, maar zijn er nu twee kansen, zeg maar binnen een minuut. Grote kansen voor Dordrecht. Komen er allebei net niet aan. Och, prachtig gespeeld dit. Wat is Dordrecht aan het doen? Ja. Ploeg die amper scoort dit seizoen. Nog een wedstrijd heeft gewonnen.
Hoppakee, en nog een keer. En klaarleggen en uithalen. Ja, als die erin gaat. Margaret. Moussaba. Lekker in de loop gelegd. Aardien. Oh, geen goede bal. Moussaba krijgt hem zo weer terug. Moet hem nu geven op Vermeulen. En Vermeulen. Hoe is het mogelijk dat dit nog 0-0 is? Eerst Jong AZ, maar intussen toch echt vooral Dordrecht. Oef, dat is een elleboog. Dat is rood. Want hij heeft al geel. Ja. Domme actie van Von Schemmel. Die er vol in gaat met de elleboog vooruit. Je kan zelfs al denken aan een één keer rood. Want het is echt behoorlijk hoor wat hij doet. Maar het is hoe dan ook een tweede gele kaart. Ongetwijfeld een 4-3-2 systeem. Of iets dergelijks wat Jong AZ nu gaat spelen. Het kan ook 4-4-1 worden. Dit schot is lekker. Top, dat scheelt niet zo heel veel. Frank. Vermeulen. Aardig gecombineerd, Agrafiotis. Jansen, schot van Jansen en dat is raak! Met nog 15 seconden te gaan in de eerste helft komt Dordrecht op voorsprong. Dordrecht had natuurlijk ook kansen, maar sinds de rode kaart eigenlijk amper meer. En leek Jong AZ het wel redelijk voor elkaar te hebben. Nu dan toch de voorsprong. De bal valt voor Kevin Jansen. Fraaie uithaal. En ook Reus, die tot nu toe op alles een antwoord had. Nu dan geklopt. Jansen. Alouche. Bal kwijt. Voorzet is goed. En daar is de redding van Reus op de kopbal van Agrafiotis. Die bal is schrikkelijk toch aan de gevaarlijke kant. Ja, hoppakee, de boom in. Ja, hier zijn ze kwijt. Nog een keer terugleggen. Ja, daar is de kans voor Tabouni. Schot van Tabouni. Goeie redding, Swolfs. Is dit buitenspel? Nee. Daar is Jong AZ dicht bij de gelijkmaker. Dordrecht staat even te slapen. Goed die bal teruggelegd. Ongelooflijk, wat een vrijheid voor Tabouni om te schieten. Swolfs pakt hem goed. Oh, uitglijden, ja, dat is, maakt het niet makkelijk om die bal nog weg te schieten. Opgepikt door Goudmijn. Goed gedaan, geweldige paas. Oosting ligt klaar. Alouche en Tabouni daar ook. Gullit komt mee. Tabouni schiet, weer de redding van Swols. Gullit. Goudmijn wil een vrije trap, krijgt hij niet. Agrafiotis goed meegenomen. Nu nog Paassen, dan is daar Vermeulen. Redding van Reus. En er wordt ook uitstekend gekiept vandaag. Dat zie je wel eens anders in de keukenkampioen-divisie. Maar Swolfs en Reus doen eigenlijk wat ze moeten doen. Eén keer een bal onhoudbaar voor Reus, daar kon hij niet zo heel veel aan doen. Dit is ook weer een goede redding. Goudmijn legt hem erachter. Oosting als enige van Jong AZ voor het doel. Daar inderdaad komt de bal nog bij Gullit. Gullit. Goudmijn. Speelt weer goed hoor. En krijgt de vrije trap. Zo is de druk van Jong AZ in deze fase. Frank. Naar de tweede paal. Moet worden teruggelegd. Oh, hoe is het mogelijk? Het blijft 1-0. Het leek perfect uitgevoerd. Hoe gaat die bal er nou niet in? Binnenkant paal er weer uit. Voor het doel langs. Jacobs, goede paas. Oosting. Nou, het is voor Swolfs niet allemaal even ingewikkeld natuurlijk. Surmeli. Goudmijn.
Die is er weer langs, wordt vastgehouden. Door Jansen, kan hij hem nog geven. Goudmijn zelf. Ze komen eigenlijk allemaal recht op Zwolle af. En dan gaat Dordrecht eens wat doen met het feit dat ze een speler meer hebben. Vasthouden en de vrije trap. Oh, vlag kapot. Even wachten. Yep, ja, die vlag die is eraan. Gaat op zoek naar de reservevlag. Er zitten ook allemaal zinnetjes in, zodat er gecommuniceerd kan worden. Maar we moeten naar binnen. Want er is geen vlag. Vlag kapot. Het is al blijkbaar opgelost. Ja, er is een vlag. Nee. Zwakke paas. Ja, Koopmeiners is weg. Polly ligt behoorlijk open. Op het moment dat jongens het echt risico's neemt. Snap schot. En geen doelpunt. Lijkt me geen buitenspel. Dan is Reus daar dus weer met goede reddingen. 4 minuten komen erbij. Het bord gaat nu al omhoog. Het zou kunnen natuurlijk dat dat niet helemaal meer synchroon loopt naar dat hele gebeuren met de vlag. Voorzet. Weggekopt door Gullit. Tabouni schiet hem precies naar Baggerman. Voorzet van Baggerman. En daar valt hij. En is het dus 2-0 voor Dordrecht. Ja, het gaat te ver om te zeggen dat het volstrekt tegen de verhouding in is. Maar Blik kopt. En zo is het. 2-0 voor Dordrecht. Dan is het de centrale verdediger die de beslissende maakt. Dordrecht boekt de eerste overwinning van het seizoen. Wint met 2-0 van Jong AZ. Dat na die geweldige zege op de Graafschap nu verliest bij de nummer laatst. Maar ja, nummer laatst is Dordrecht hiermee natuurlijk nu niet meer.